is donderdag 15 juni. Welkom in deze nieuwe vlog. Het is inmiddels ook al middag. Ik had vanmorgen even een afspraak. En vanmiddag ben ik een racerfly gaan maken. Tenminste, het eerste gedeelte. Morgen moet de topping nog. Kan die vannacht even goed afkoelen. En hebben we morgen lekker de fly. Maar Patrick die komt van het weekend. Morgenmiddag uit werk vandaan komt hij hier naartoe. En dan blijft hij dit weekend. En dan viert hij hier ook een beetje zijn verjaardag. En ja, heb ik lekker de fly gemaakt. Ziet er goed uit. Ik heb vandaag niet echt wat in de tuin gedaan. Beetje onkruidjes nog even geplukt vanmorgen vroeg. En ik heb 4 aardbeien. Nu was ik sneller. En ik had gisteren een oud ijzer op de marktplaats gezet. En er zou vanmorgen iemand komen om het op te halen. Om 9:30. Nou, je raadt het al. Het ligt er nog steeds. Ik had hem nog een berichtje gestuurd. Van, je zou het toch ophalen? Ja, nee, ik heb vertraging. Ik kom er zo aan. Niet dus. Zo irritant is dat, hè? Mensen gewoon niet opkomen dagen. Oh, daar kan ik me zo boos aan maken. Help me doe niks. Maar goed. Er had nog iemand gereageerd, nadat deze had gereageerd. Dus die heb ik mijn berichtje gestuurd van nou, als je nog belang hebt, mag je dat ophalen. Dus die wil het morgen vroeg op komen halen. Nou, ben je benieuwd. Ik heb er niet zoveel vertrouwen in. Och, zo hier zitten is het wel lekker trouwens. In de zon is het best wel warm. Ach, mijn arme gras, het is net hooi. Het is wel erg, hè? Vooral dat stuk is heel erg. Hier is het nog weer een stuk groener. Ik ga het ook maar even niet maaien nu. Oh, zonde. Maar even een beetje regen. Komt wel weer goed. Vorig jaar was dat ook zo. Nou, nu is de was er maar eens even afhalen. Goedemorgen. Het is vrijdag 16 juni. Mooi, hè? Oh, en zo stil nog. Oh, heerlijk. Ik wil eigenlijk even de spullen bij de weg gaan zetten. Met Raymond en ik gaan zo boodschappen doen. En anders wordt het zo laat voordat het er staat. Oeh. Ik blijf me trouw alles bij de weg zetten, maar... Verkopen? Hoor maar. Nou, de boodschappen zijn weer binnen. De was die hangt weer. Patrick zijn bed staat klaar voor vannacht. En morgennacht. En Bendetje is weer buiten. En hier ben ik. Oeh, niet schrikken. En dan wou ik nog eens even wat in de tuin gaan doen. In ieder geval vanmorgen. Het is nu nog niet te heet. Oh, ik hoop echt dat het volgende week gaat regenen, hoor. Voor de zaadjes, maar ook voor het gras. En de natuur. Ja, het is wel nodig. Het gaat goed met de baby's. Tenminste, met de meeste baby's. Alleen hier en daar is er eentje weg. Die staat er nog heen, maar hier is er eentje weg. Hier, ergens wordt er ook eentje staan. Maar goed. Ik heb nog een paar spruitjesplantjes nog altijd over.
Dan zet ik die maar op die plekjes waar wat weg is. Ik was bezig daar die plantjes te poten. En toen vond ik een nootje. En ik had geen idee wat het was. Dus ik dacht, weet je wat, ik vraag Google. Misschien weet die het. Nou, volgens Google was het nootmuskaat. Ik dacht, ja, maar hoe komt het dan hier in de tuin? Dus ik dacht nog maar even verder gegoogeld. En inderdaad leek het er wel aardig op. En toen vroeg ik Raymond. Hij zegt, ja, dat is nootmuskaat. Hij zegt, dat had ik een keer in zo'n Hello Fresh pakket. Oké. Ik ben me helaas vergeten even te filmen. Dat had ik willen doen, maar dat ben ik vergeten. Maar ik heb hem in een potje gedaan. Ja, we zullen het zien. Het is een tropische plant, dus hij moet 's winters wel naar binnen. Maar ja. Even lekker water gegeven. Even kijken of hij het gaat doen. Het zou wel leuk zijn. Ook een mandarijntjes. Walnoten. Leuk. We zullen het zien. Als hij opkomt, laat ik hem even zien hoor. Het zal een poosje duren, maar wie weet. Kijk nou, de meloen begint ook goed te groeien nu. Cool. Hier gaat een takje. Die heeft al een grijp. Oh, even kijken hoor. Hij heeft al een grijparmpje daar zo. Mooi. Ik hoop dat hij het gaat doen, dat er meloentjes aankomen. We hebben vandaag een meloen meegenomen bij de winkel. En hier de meloenen. Die doen ook iets. Die zijn nog iets kleiner. Maar die beginnen ook een beetje te groeien. Heel mooi. En de komkommetjes, die het niet zo goed deden eerst. Hoop ik sta in de zon. Ze beginnen toch meer groen blaadjes te krijgen. Die ik hier gezaaid had, die groeide iets beter. Het komt dit jaar allemaal heel traag op gang, maar er komt toch wat. En gelukkig maar, niet al het werk voor niks. Sommige bloemen die doen het ook hartstikke goed. Die groeien nu ineens ook heel hard. Nog steeds wel wat van die zwarte vlekken op de bladeren. Ja, ze groeien er wel om. Dus nou ja, laat maar groeien dan. Weer een paar aardbeien. Dan kan iemand er ook van snoepen. Ik heb mezelf eens een leuk klusje bedacht. Toen we dat stoepje gingen maken, moesten die plaggen eraf. Er zat allemaal grind en zo onder. Dus ik heb nog een emmer vol met losse grindjes en zand en troep. En daar ben ik nu aan het zeven. Oh. De helft van wat er al in zat, heb ik al klaar. Ik heb dat ding weer, waar we zand ook mee gezeefd hebben, met dat stuk gaas erop. Die steentjes heb ik er al uit. Die ga ik hergebruiken. Want ik heb nog wat lege flessen. Uit Zweden vandaan. Waar drinken heeft gezeten wat we daar gekocht hadden. Die heb ik schoongemaakt. En daar wil ik bloemen in gaan haken. Maar het zijn plastic flessen. Dus daar wil ik daar steentjes in doen. Deze steentjes dus. Want dan worden die flessen wat zwaarder van. Dan zitten de stengels wat steviger. Dus daarvoor wil ik ze hergebruiken. Het is wel even een flinke klus. Maar goed, dan heb ik straks wel een stapel met steentjes. En zo gaat het. Dan gaan er een heleboel steentjes gaan er gewoon doorheen. Die zitten daar ook onder nog. Dus ik weet ook niet hoe ik dat nog weer moet doen. Iets fijner zeefje hebben. Maar die heb ik niet meer. Patrick is er inmiddels ook al. We hebben al gegeten. En nu even de baby's weer water geven. Dat doe ik nu nog één keer per dag. 'S Avonds. Als de ergste warmte weer weg is. En als ik dan 's morgens weer in de tuin kom, dan is het nog steeds vochtig. Dus dat is mooi. Dan kunnen ze de hele nacht mooi drinken.
kale bassen die ik uitgeplant heb, die gaan ook best wel goed. Maar die ik hier gezaaid had, die gaan nog beter. Deze kwam wat later op. Ja, hij gaat mooi. Ik geef alles water met mijn kleine gieter. Ik kan even beter mikken. En dan krijgen ze niet zo'n harde straal op een koppie. Oh, volgens mij is deze weg. Daar staat nog wel wat. Ik geef ook alleen maar de plantjes zelf eigenlijk water. En misschien een beetje ertussen, maar niet de hele tuin. Ten eerste kost dat heel veel water. Wat ik zonde vind, zeker als je kraanwater gebruikt. Toen ik ze maandag ging uitpoten, toen heb ik inderdaad wel wat water even gepakt. Gewoon uit de kraan. Ja, toen moest ze even goed nat. Maar nu heb ik dus een tuil in de gootsteen staan. En als ik even wat af moet spoelen, of even de kraan laat lopen om water te drinken, of nou ja, wat dan ook. Dan vang ik dat op en dan doe ik dat in de gieter. En dat gebruik ik dus nu 's avonds om de plantjes water te geven. Ja, anders gooi je dat water toch weg. Kan ik het net zo goed gebruiken. Moet er natuurlijk geen sop of wat ook in zitten, want dan spoel ik het gewoon weg. Nu liep ik hier even langs om mijn gieter weer te gaan vullen. En nou zie ik de eerste knop in de Oost-Indische kers. Leuk! Ja, de eerste. Tenminste, voor zover ik gezien heb. Ze doen het hier wel goed langs het randje. Ik heb ze ook alleen maar water gegeven toen ik ze gepoot heb. En daarna nog 1 of 2 keer. Maar goed, ze doen het toch? Het is ook eigenlijk beter, hè? Niet te veel water geven. Dan stimuleer je de wortels om te groeien op zoek naar water. Maar ja, die hele kleintjes, die nog niet echt wortelvast zitten, die geef ik toch maar 's avonds nog even water. Dan gaat het volgende week waarschijnlijk regenen. Nou, dan doe ik het ook niet meer. Voorlopig. Je weet natuurlijk nooit wat voor weer het nog gaat worden. Even zien, daar was ik gebleven. Goedemorgen. Het is zaterdag 17 juni. De was hangt inmiddels. Ik heb mijn slaapkamer weer schoon, bed verschoond, pennetjes lekker buiten. Alle deuren staan even open. Oh, het is nu lekker buiten. Geen zon. Ik verwacht hier nog geen regen van, maar even geen zon is ook al fijn. Ik had niet gedacht dat ik dat zou zeggen. Ik ga straks even met Patrick shoppen. Die moet een nieuwe werkbroek. Hij had gisteren zijn broek kapot gemaakt op werk. Dus hij zegt, ik wil even kijken voor een nieuwe. Beter. Ik wil nu eerst maar eens even hier verder. In ieder geval even die bulten met bladeren opruimen. Stoepje is weer klaar. Doe de rest nog. Ik denk dat het slim is dat ik eerst eens even die schutting los ga maken en pak. Zodat ik eens even kan meten hoe het precies uitkomt. Dan kan ik hier wel zand neer gaan gooien, maar misschien doe ik dan wel helemaal verkeerd.
mijn gras wat mishandeld. Hij doet dat wel vaker zo. Maar waarom? Hier stond de eerste paal. Die was er zo uit. Maar die is er niet uit te krijgen. Ik ben een beetje voorzichtig dat ik niet door mijn ramen heen ga. Dus ik dacht, ik vraag Patrick even. Nou, die is me een stuk uitgegraven. Ook hier allemaal grind. Maar hij is er niet uit te krijgen. En dan had ik wel eens een grote koevoet, maar die kan ik natuurlijk nou even niet vinden. Dus, doe maar alle grind om weghalen en dan hopen dat ik hem dan uit kan krijgen. Oei, oei, oei. Het ding zal er toch niets van mij winnen, hè? Ik ga nog een keer kijken of ik mijn koevoet kan vinden. Ik heb hem. Nou, nu nog een keer proberen. Nou, dan ben ik een stukje verder uitgraven. Oeh, ben dit. Er zit iets van beweging in me. Oei, oei, oei. Zo. Ik ben even boos geworden. Helaas is de pin niet meer heel, maar hij is er wel uit. Daar zat hij. En daar is hij. Ik was helemaal afgebroken. Maar goed, ik heb hem eruit. Kaal zo. Ik heb de plant er ook weggehaald. Ik heb er een klein beetje zand bij gedaan. Gras staat erin. Dan wordt het ook gewoon maar weer gras. Oh, kaal hoor. Nog wel even aan wennen. En dan volgende keer die eruit. De schuttingen heb ik er ooit nog eens neergezet. Voor corona nog. Toen had ik in de garage mijn winkel. Nou ja, winkel. En dan kwamen er heel af en toe wel eens mensen. En die liet ik dan over die, dat stuk komen. Maar toen was Spot er ook nog. En ik wilde eigenlijk ook niet dat die mensen te veel deze kant op zouden kijken. Dus ik had daar die twee schuttingen neergezet. Eigenlijk was mijn idee om het helemaal dicht te maken. Oeh, maar dat vond Spot niet leuk. Dus vandaar dat die opening ertussen zat. Er zat dan wel een hekje tussen toen. Maar ja, eigenlijk hebben die schuttingen verder geen nut meer daar. Er komen toch geen mensen meer. Dus ze kunnen er ook wel weer weg. En kan ik ze mooi voor de containers gebruiken. Oh, wat ruikt die lekker. Jammer dat ik hem niet aan je kan laten ruiken. Ik wil er even een beetje de dode bloemetjes uithalen. Even geen zwaar werk meer. Dan ga ik straks lekker nog even buiten op mijn bankje zitten. Een boek lezen. Een beetje haken. De jongens zijn druk aan spelletjes doen. Raymond die kookt vandaag. Dus lekker relaxed. Wil ik je voor nu bedanken voor het kijken. En dan zie ik je graag in een volgende vlog.